Hey allemaal en heel erg welkom terug bij Minecraft. Dus, de vorige keer heb ik niet echt superveel gezegd. Ik heb eigenlijk helemaal niks gezegd en ik had mijn cam uitstaan. Maar dat had eigenlijk als reden dat ik niet zo heel erg goed wist wat ik zou moeten zeggen. Tenminste, ik wist dat niet op dat moment en als ik heel eerlijk ben, weet ik dat eigenlijk nog steeds niet. Dus, ik ga heel even mijn timer aanzetten. Zo, die staat aan. En laten we verder gaan met de wereld van mijn dromen. Ik weet er trouwens nog steeds niet wat te zeggen. Dus ik maak jullie gewoon deelgenoot van mijn denkingproces. Voor paardjes. Even kijken hoe dus dat gaat. Ik heb geen pickaxe meer. Dus laat ik daar maar eens mee beginnen. Oh ja, ik had een huis gemaakt. Een soort van. De deur natuurlijk wel dicht. En was ik nou... Ja, ik was wel begonnen met koeien. Ik zoek eigenlijk bomen. Ik dacht dat ik de vorige keer... ergens ook begonnen was met een... wheat farm. Oh, ik hoor zombies. Ik weet alleen niet meer. Waar was dat nou precies? Ik ben het allemaal weer kwijt hoor. Was dat niet hier ergens? Daar is een creeper ontploft. Oké, nou laten we naar binnen gaan, want het wordt donker. Ik dacht dat ik ergens met een wheat farm begonnen was. Nou ja, dan gaan we dat anders aanpakken. Oké, het eerste wat ik moet doen is een pickaxe maken. Zo. Heb ik nog... Nee, ik heb nog cobblestone. Zo. En even denken, dan was ik ook hier bezig. Wat dat was, weet ik niet meer precies. Even denken. Op hoeveel zit ik? Nou, dus... Oh ja, ik was hier de vorige keer naar beneden gesodemieterd. Dat was fijn. Kijken, kan ik hier een brug maken? Vast wel. Tada, brug. Oké. Hey, iron. Fijn, dat heb ik nodig. En ik heb dus ook een manier gevonden om alle te veel cobblestone te gebruiken. Namelijk, we vullen gewoon de gaten op. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Nou, hier kan ik in elk geval een stuk naar beneden. Hoeveel zit ik nou? 37. Ik ben heel erg bang dat ik elk moment weer naar beneden kan vallen. Even kijken.
torch. Oké, ik wil eerst mijn mijn klaar hebben. En met klaar bedoel ik, ik dik naar 10. En van daaruit kan ik mijn mijn beginnen. En dan wil ik graag mijn wheat farm gaan maken. Niet te veel tegelijk. Nou op 23. Ik wil graag naar 10. Dus ja, dit gaat nog wel heel even door. Dus dan is dat 14, 13, 12, 11 en 10. Mooi. Dan gaat hier de mijn beginnen, alleen daar moet ik nog een aantal dingen voor doen voordat ik daarmee verder kan. Nou, ik heb in elk geval iron gevonden, dat is al heel fijn. Dat betekent dat ik met mijn farm idee kan beginnen. Hé, ik heb hier zelfs nog kool. Maar dat is een ding voor later. Even kijken. Oh, hier heb ik mijn saplings. Dat is wel fijn. Oh, hier heb ik wheat voor de meal. Laat ik dit maar eerst doen. Er zijn een aantal dingen die ik eerst moet regelen. En het begint eigenlijk allemaal met iron. Ik heb maar 3 saplings, hè? Dat is wel een beetje naar. Maar goed. Ik vind het raar, want ik dacht namelijk dat ik ergens een wheat farm al had. Maar goed, blijkbaar niet dus. Schep heb ik nodig. Zwaard, altijd handig. Ja, ik heb in elk geval water in de buurt. Dat is al een goed begin. Oh, daar is mijn wheat farm. Oh. Ik stond al helemaal klaar om spul te gaan regelen. Maar goed. Hallo.
Those trees are hovering. Is dat in elk geval geregeld? Hallo. Oké, project 2, de saplings. Zo. Ik had hier ook ergens, eigenlijk wil ik heel graag een... Oh, groot ravijn. Dat gaan we niet doen. Eigenlijk wil ik heel graag een infinite water source in mijn huis. Pickaxe. Nou, dat viel te verwachten. Mooi, we hebben infinite water. Even kijken, koppelstone ga ik bij me houden voor redenen. Die gaat mee. Dit is altijd iets wat ik heel leuk vind om te doen. Even kijken of ik het ook hier kan regelen. Tadaa, botjes. En ook die hebben we voor mij een speciale functie. Proost. Nou, dat is voorlopig genoeg. Mooi, ik ben weer op volle sterkte. Kijk, dan van dit weg, dit weg, dit weg. 3 is ook precies het aantal wat ik wil. En dan mis ik nog één dingetje. Namelijk, trapje. Tadaa. Mooi, precies genoeg. Komt mooi uit zo. Uit.
Oké, dan nu. 1 seconde. Oké, dan ga ik nu dus hakken. En ik ga gebruik maken van iets wat ik ga noemen de menorah-methode. En voor de mensen die het niet weten, een menorah, dat is een Joodse kandelaar. En die heeft zo 7 van die armen die in een soort boomvorm zich verspreiden. En dat ga ik ook doen. Ik maak eventjes, ik zorg even voor dat de bordjes op een plaats staan. Oké, ik ga het als volgende doen. Ik ga graven. Ik blijf graven, 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 totdat ik diamonds tegenkom. Dan ga ik terug. Sluit ik de gang af. Ik verander het bord met tunnel zoveel diamonds ahead. Doe ik alles weer in mijn kisten en dan ga ik naar de volgende. Simpeler dan dat gaat het eigenlijk niet worden. En dat is wat ik dan noem de menorah-methode. Hey, redstone. Mooi. En wat ik eerder deed, graven en dan net zo lang graven totdat, nou op een gegeven moment, ik had een soort eindeloze gang en ik moest zo'n beetje 2 keer helemaal bijeten totdat ik überhaupt het begin kon vinden. Dus dat leek me niet zo heel handig. Dus ik ga nu deze methode gebruiken. Doorgraven totdat je wat vindt. En dan zien we het vanzelf wel. Ik wou een iron pickaxe maken. Ik gebruik in het principe gebruik ik gewoon cobblestone. Omdat dat, dat is in mijn idee toch wel het meest handige. Maar ik gebruik iron voor dingen als lapis lazuris, redstone, etc. Dat los ik later nog wel op. Er zijn wel een aantal tips die ik mezelf heb opgedaan tijdens het minen. En daarvan is eentje bijvoorbeeld. Always follow the treasure. Namelijk gemerkt dat als je bijvoorbeeld dingen als kool gaat uitgraven, dat je dan op een gegeven moment bij hele leuke dingen kan uitkomen. Ik had ooit 1 keer, dat begon iron, toen werd het kool, toen werd het redstone, lapis lazuris, kool alweer en ik eindigde uiteindelijk bij gold. Dus dat was een goede ader, zou je kunnen zeggen. En ik gebruik in het liefste cobblestone, totdat ik vaak genoeg iron heb om me veilig te voelen met iron pickaxes. Dus als je, of als mensen in de comments gaan zeggen van, oh, maar waarom gebruik je alleen maar stone pickaxes, dan is dat de reden. Ik ben heel erg van het stel dat principe.
daar hebben we Iron. Dat komt heel mooi uit. Just follow the treasure. Maken we alles weer goed dicht, zodat we niet onszelf tegen gaan komen. Zeg maar later. Kijk, ik ben. Ja, dit is de gang. En hier komt al die overgebleven cobblestone heel goed van pas. Kijk, ik dicht namelijk alle gangen. Omdat ik niet mezelf tegen wil gaan komen. Dat je op een gegeven moment ergens uitkomt waar je al geweest bent. En dat je daardoor een beetje. Miep. Ik weet dat het sound effect is, maar de eerste keer dat ik dit soort geluiden hoorde, ik dacht echt van. Nee, de eerste keer dat echt, ik zweer het, de eerste keer dat ik dit soort geluiden hoorde, had ik echt zoiets van, oké, als ik me nu omdraai, staat hier Brian achter me. Dus dat is best wel scary. And it's a children's game. Ik zeg het maar heel even erbij. Ik hoor lava, dus ik moet opletten. Ik zit in de buurt van lava, dus ik moet opletten met waar ik graaf. Ik denk dat ik een oude techniek van mij ga toepassen om te voorkomen dat ik zonder, zeg maar, ik heb in mijn eigen werelden, heb ik altijd de neiging om meer dan één pickaxe te maken, zodat ik niet zonder kom te zitten. Zoals het dus net gebeurde. Dat je niet de hele tijd voor één pickaxe terug moet. Dat mag lekker opladen. Zombies. Ik hoor het links van me, dus als ik straks doorgraaf, ga ik er naartoe. Hey, dat is mijn wekker. Dat was mijn wekker, dus dat betekent dat ik aan het einde ben van deze aflevering. Ik ga heel even mijn gang dichtbouwen. Dus ik bedank jullie voor het kijken en ik zeg tot de volgende keer. Tot ziens!